lopen eigenlijk Oudewater net uit. Dit is de Tienweg. Dat is het eerste stukje richting Schoonhoven. En op dit stukje weg komen wij kilometer nummer 100 tegen. Van het weg, van het pad, van het Floris de Vijfde pad naar Hamelkerheen. Schoonhoven. Ja, nee, ik bedoel helemaal het eind. Berg op Zoom. Berg op Zoom. Dus, maar dit is de eerste keer dat we moeten klimmen over een hek. Veilige weg en wij ook kunnen we er wel langs. Zo, ze gaan water in. Er ligt erg veel poep. Moeder is er niet blij mee, maar we gaan er toch langs. Er ligt erg veel poep. De New Wilderness. Het pad wordt kleiner en kleiner. Hij loopt wel beschut tegen de wet. Niet in, hè? Nee, ik doe heel erg mijn best. We hebben het gehaald. Wat hebben we gehaald? De eerste 100 kilometer. De eerste 100 kilometer zit erop. Van het Floris de Vijfde pad. Precies. Helemaal goed. Ben trots op ons. Nou, absoluut. Fietspad langs de Vlist. Die loopt rechts. Nou, dit is toch wel een heel idyllisch rustplekje aangeboden door Kees Eleni. Er is helemaal niks mis mee. Lekker aan het watertje zo.
Kijk, in de verte ligt de kerktoren van Schoonhoven. Daar moeten we naartoe. En hoe was het vandaag? Nou, het was leuk. Het was niet zo warm, niet zo heel erg mooi weer, maar goed om te wandelen. En het eerste stuk over de Tientweg was wel vermoeiend. Heuveltje op, heuveltje af, allemaal zeker. Gras, kuilen in de weg. Dus het was, maar het was ook heel leuk. En nou, ik voel wel dat ik 15 kilometer heb gereden. Ja, 15 kilometer. We gaan naar huis.